Het is vandaag, maakt helemaal niet uit wat het is, het is vandaag de dag dat wij de Lush kerstdoos gaan unboxen. Want we hadden een hele grote doos van Lush gekregen. Dus met daarin het beste kerstpakket ever, want het is de kerstcollectie. Volgens mij de gehele kerstcollectie hebben ze opgestuurd van dit najaar. Nou, dit zijn van die dagen dat je denkt, goddank, wat ben ik blij dat ik een beautyblogger ben. Wij zijn natuurlijk Lush fans, je hebt ons wel gezien in Londen, hè? Twilight inslaan en zo. Inderdaad. Slecht nieuws, er is geen Twilight bij, maar... Ik ben zo blij dat ik een backup heb gekocht. Echt heel erg blij. Twilight is heel lekker, maar goed, we hebben wel genoeg andere producten. Genoeg andere producten. We gaan beginnen met de zeepen. Een van onze meest favoriete producten eigenlijk van Lush. Omdat ze zo lekker ruiken, omdat ze er leuk uitzien. En ik heb ze allemaal in een doos bewaard. Inderdaad. In mijn bad. De eerste drie die we jullie gaan zien zijn de vloeibare zeepjes. Nou, zoals ieder jaar is er weer Snowfair te koop. Deze is er ieder jaar. Raak maar suikerspinnen, mieren, mierzoet. Mijn zwager Jeroen, als je kijkt, Renaat, die zijn dol op Snowfairy. Echt, die gozer maakt bussen op van Snowfairy. Ze kopen gewoon met de kerst altijd een paar liter flessen. Ja, zo groot, hè? En een backup, zeg maar. Nou, Snowfairy is er dus weer. Dit is Ponche of Ponche, geen idee. Maar ruikt heel apart, heel cocktailachtig eigenlijk. Ja. Ik echt iets voor als je te veel gezopen hebt. En de laatste is nieuw, dit is Rose Jam. En deze ruikt echt naar rozen. En hij heeft een heel leuk kleurtje. Oh, ik heb hem bijna op. Je moet er van houden, maar ik vind hem wel heel lekker. Als je van rozen houdt, moet je deze echt even gaan ruiken. Hij is heel zoet. Dus dat zijn de drie vloeibare douchegels. De vaste zeepen, zoals ieder jaar is er weer Snowcake. Dat is deze. Oh, deze ruikt zo lekker. Mm. En toch doet hij me helaas denken aan het feit dat een muis eraan vraagt. Ja, dat is jouw idee, hè? Dat vind ik wel een beetje jammer, maar hij ruikt nog steeds heel lekker. Wie is en dit? Deze, dit is Angel's Delight. Die zit er ook ieder jaar in. En welke ik mis is dus Northern Lights. Die felle, gifgele, groene zeep is er niet bij dit jaar. Nee. Dus als je daar een backup hebt, vind ik het niet erg, want ik vond hem niet zo geweldig. Nee, het was heel fris. Dus ook een keer bij die vorig jaar ook was uitgekomen. Dat is Mr. Punch. Die heb ik nog, volgens mij. Dat is deze. Dat is ook heel zoet, heel tropisch. Een beetje tropical. Wat is het? Nou, jij mag gewoon hebben. Jeneverbessen en zwarte bessen. Want ik heb deze, dus ik moet deze kant even ruiken. Is ook lekker. Ja, het is heel lekker. Apart. Het is heel bessig. Dit is en deze heb je volgens mij ook gekocht in Londen. Of heb je die uiteindelijk toen niet gekocht? Nee, in Nederland gekocht met de korting, omdat toen de feestdagen over waren. Dit is Snow Globe. Dus ook, komt ook ieder jaar meestal uit. Oh, deze vind ik zo lekker. Dit is een soort van sexy peel. Maar dan nog net iets meer. Nou, veel frisser limoen. Sexy peel. Ja. Heerlijk. Ja. Echt heel erg lekker. Ik vind echt een zeep voor jou. Nou, nog twee volgens mij. Twee nieuwe. Tenminste, volgens mij nieuwe. Ja, die heb ik nog nooit gezien. Dit is Noriko Soap. Laat je meevoeren door deze kleurrijke Japanse dagdroom met een vleugje sake. Oh. Ziet er wel heel mooi uit. Oh ja. Ja, je ruikt Japans. Je ruikt heel kruidig. Kruidig, een beetje. Nee, is niet mijn ding. Apart. Ja, als je kruidig houdt, is dit dan wel een leuke. Ja, en dan de laatste die we jullie kunnen laten zien is Orange Jelly Soap. Wat een vrolijke. Ruikt naar sinaasappel. De naam zegt het al. Ja. Begin je dag gezond en spring onder de douche met deze zeep vol vers geperst sinaasappelsap. Ja, dat is een soort van sinaasappel jelly. Oh, het is jelly! Wat is dat? Wat cute! Oh. Leuk. Ik dacht het. Gelukkig. Het voelt een beetje raar. Tegen jullie gezegd. Dat zijn de zeepen. Dan gaan we nu door naar de bruisballen. De bubble bars, daar gaan we mee beginnen. De bubble bars kun je meerdere keren gebruiken, dacht ik. Hè? Die kun je kunt in bad houden. Ja, verkruimelen onder de stroom. De kraan een beetje verkruimelen. Je kunt er een keer of drie mee doen. Althans, als je een meer groot verbruiker bent. Als je netjes bent, kun je er zelfs wel 5-6 keer mee doen. Als je zo'n groot stuk hebt dan. Hè? Ja. Echt een hele dikke. Dit zijn wat kleinere. Ik wil als eerste even deze laten zien. Dit is echt zielig. Kun je je afvragen of een bubbelbar echt dom uit kan zien? Nou, ik vind deze zo zielig. Kijk. Dat is ook een pingwing voorstel. Het is een pingwing, maar hij stond niet vooraan de rij toen de god uit ging delen. Volgens mij. Hij is een beetje gesloten. Heet de Christmas Pingwing Bubbelbar. Kleinste pingwing die je gaat zien. Verkruimel hem onder stromende kraan voor een bad vol mandarijnenschuim. Oh. Ja, hij ruikt lekker. Heel apart. Een beetje fris ook, hè, deze. Mm. Dat is ook leuk onder een bad ook. Ja. Ik denk, hier kun je wel een keer of twee, drie mee doen. Die is wat klein. Wel een beetje gesmolten. Hij is een beetje mislukt. De volgende is de Christmas Eve Bubble Bar. Laat alle stress van je afgeleiden in een bad met Yang Yang en Jasmijn. Oh, Yang Yang. Ja, daar hou ik van.
Wel heel fris. Wel heel maar fris en kruidig. Ja, hij is niet echt dus niet lekker. Deze zou het ook lekker. Die is lekker, hè? Deze is goed en fris. Lekker. Dan hier nog een een bubble bar. En dat is deze en dit is de beroemde, de Candy Mountain. Dus dit is eigenlijk Snow Fairy douche gel, maar dan in een bubble bar. Wat ziet hij er leuk uit, hè, jongens? Deze moet naar je zwager heen, zus. Ja, Renate Jeroen, deze is voor jullie. We gaan verder met de Bath Ballistics. Dat zijn dus bruisballen die met een heel gek effect. En altijd heel leuk. Ik heb laatst al eentje geprobeerd. En dit is de Bombardino Ballistic. Een heerlijke geur van citroen cheesecake met een topje slagroom. Als je goed ruikt, ruik je gewoon deeg. Ruik eens. Die is apart. Die jongens, Bombardino. Dat is het ruiken waard, deze. Die moet je gaan nemen. Even kijken. De volgende is eentje die er ook weer wederom heel erg leuk, maar een beetje ongelukkig uitziet. Dat is deze, de Snowman Bath Ballistic. Deze vrolijke jongen ruikt naar heerlijke vers gebakken cake en zit vol verzorgende cacao-water. Vind ik hem lekker? Ik ruik er niet zoveel aan toe. Nou, het ruikt wel een zoete cake misschien. Ja, het ruikt licht zoetig. Nou, ik denk dat dit best wel een leuke voor je mat is. Ja, nou ze zijn allemaal leuk. Dit is ook een hele leuke en een hele grote. Hier kun je misschien met z'n twee keer mee doen. Dit is wat gebeurt er mee, jongen? Ja, vraag me ook al af. Dat is het leuk. Nou, dat weten we niet, want hij heet Secret Santa Ballistic. Dus nou, dan komt er vast iets knallends uit. Sla dit huisje tegen je badrand. Oh, hij gaat lekker. Hoor je dat? Sla het huisje tegen je badrand en ontdek wie de bewoner is. Er zit iets in. Je kunt deze bewoner bewaren voor een volgend bad. Een soort van dubbele bad ballistic. Er zit gewoon een soort van... Cool. Kijk, een zuurstok. Zie je? Ja. Ruikt heel fris. Oh, wat leuk. Deze ruikt ook een beetje naar Candy Mountain. Ik ben heel benieuwd wie hier uit komt zetten. Hallo, denk je wel. Je moet het me wel laten weten. Is de koffie bruin? Nee. En dan deze. Cinders Bath Ballistic. En dit is... Deze ruikt naar een knapperend haarvuurtje. Oh. Deze ruikt lekker. Oh. God, almachtig. Gewoon naar kaneel. Oh. Oké, de nieuwe is... niet de nieuwe. Oh my god. Het stuift hier wel. De Golden Wonder is ook eentje die er ieder jaar weer is volgens mij. Gooi deze in een vol bad en get ready voor de feestdagen. Hij glittert ook lekker. Zo, hij is echt heel groot ook, wederom. Hij ruikt niet per se ergens naar. Hij ruikt een beetje frissig op zich. Frissig. Hij echt... het stuift. Dus dat is deze. Dit is een leuke. Dit is Vadertje Tijd, oftewel Father Christmas. Kijk, zie je? Tadaa, zo moet hij. Hallo. En hij ruikt lekker zoetig, zacht. Deze vrolijke jongen zorgt voor een vrolijke stemming dankzij de verfrissende mandarijnolie. Ja, het ruikt een beetje. Ja, het ruikt wel citrusachtig. Ja. En dan deze. Dit is ook weer ieder jaar de klapper. So Wife Ballistic. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. De tekst is hier vervaagd, maar er zal iets staan van wie is de lekkerste van het land. Van frisse appelgeur en een laagje schuim op je bad. Oh ja, deze ruikt gewoon heel erg lekker fris en een beetje zoet. Ja, mijn favorieten zijn denk ik deze en die Cinders Bath Ballistic. Die hele lekker zoete. Heerlijk. Lekkere ballen. En dan hebben we nog deze. Dit is de Fun What a Softie. En dit is een soort van speelklei, maar je kan het ook in bad doen, staat er in het douchen. Ja, in Japan staan er allemaal rare tekens op. Dus kunnen we dus mee spelen. Maar het is dus ook voor je lichaam. En je haar. En je haar om je mee te soppen van top tot teen. Je moet een stukje eraf breken en dan zo in bad bekramelen. Ja. We gaan door naar de gezichtsreinigers. Vorig jaar kon je genieten van de Popcorn Lip Scrub. En dit jaar hebben ze die volgens mij niet. Ze hebben nu de Santa's Lip Scrub. Dat is een rodige. En ik heb hem al geprobeerd. Hij is heel lekker. Het smaakt inderdaad naar cola. Ja, dat is het. Ik dacht, het smaakt heel typisch. Het smaakt een beetje naar cola. Heel apart. Ik vind persoonlijk popcorn net wat lekkerder, maar deze ook apart. En dan hebben we ook een lip tint die erbij hoort. Die heet Santa Baby. Die heeft een heel leuk zacht roze-rood kleurtje. Ja, en die is best wel echt goed gepigmenteerd. Ja. Hij is, je gaat het natuurlijk zien in de review, maar hij is goed. Hij ruikt heel fris. Hij ruikt naar cola inderdaad. Heel fris cola. Oh ja, cola. Nu ruik ik het al. Cola lollies of zo. Cola lollies. Ja, nou daar ruikt het dus naar. Heel apart. Dan zijn er nog een aantal gezichtsreinigers en bodyproducten. Het eerste bodyproduct is Celebrate. Volgens mij is het ook eentje die ieder jaar weer uitkomt, maar dat weet ik niet zeker. Ja, deze heeft almond, oil en lime in zich. En ik vind dit echt heerlijk. Mijn is al fan bij voorbaat. Dit is zo ontzettend lekker. Het is echt een geur voor jou ook. Heel fris inderdaad. Oh my, heerlijk. Wel limited edition staat Volgens mij komt die ieder jaar weer terug, maar dat weet ik niet zeker. Hmm.
Dat weet ik ook niet. In ieder geval, oké. Okay. Ik heb hier een Beautiful Perfumed Body Cream, de Sikkim Girls. Dat is ook een zwart potje. En die ruikt heel apart, ook heel kruidig. Ja, deze ruikt mij wat oma-achtig. Ja, het is voor mij ook iets wat te oma-achtig. Maar er is wel een hele lekkere. Dat is Let the Good Times Roll. Dit is een gezichtsreiniger. En ik opende deze en ik zei tegen Martien, dit ruikt naar koekjes. Ik heb nog nooit zo erg de neiging gehad en ik maak geen grap om graag er echt een lik van te nemen. Het ruikt wat een lik. Ik wil dit ding eruit halen en in mijn mond steken. Met alles ruiken. Het ruikt gewoon naar heerlijk koekjes. Oh man, dit is de lekkerste geur van lus die ze ooit hebben gemaakt. Oh. Lekker hè? Oh man. Dit is zo lekker. Jongens, die moet je echt zo lekker gummy kijken. Het ruikt echt alsof er gewoon verse gebakken koekjes in de oven staan. Daar ruikt het echt naar. Deze gaan we echt reviewen. Ik vind dit echt eentje voor jou om te reviewen. Nou, en de tweede is de Bûche de Noël gezichtsreiniger. Deze komt ieder jaar uit. Hier zit ook zeewier op, geloof ik. Even kijken. Ja. Heerlijke gedroogde vruchten en een flinke scheut brandy. Ah, maar je ruikt inderdaad wel iets van. Het ruikt heel apart. Zeewier en alcohol of zo. Heel gaaf. Nou, dat waren eigenlijk alle producten. Laat even weten waar jij reviews van wilt zien. We gaan denk ik sowieso deze twee gezichtsreinigers reviewen. Ik ga de Santa Secret kapot slaan, de bandrand, om te kijken wie erin woont. Ja. Ik ben heel nieuwsgierig nu wie erin zit. De zeepen komen er vast aan. Nou, we gaan verschillende reviews schrijven. Laat het weten. Die inderdaad. Ja, inderdaad. Nou, bedankt voor het kijken en ga zeker even naar Lush. 4 oktober ligt alles in de winkel. Veel plezier dan. Als je in kunt houden, zorg ervoor dat je dan na de kerstdagen gaat, want dan is het alles 50% korting meestal. Maar we begrijpen als je het niet kunt. Maar begrijp als je het niet kunt. Toedeledokie. Doei! Doei.